Goed, ik zal mijn basguide eens inspelen op de iPad om te laten zien hoe dat gaat. Ik heb mijn basgitaar via de iRig 2 aangesloten op mijn iPad en ik open BandLab. Ik vraag of die naar mijn bestanden gaat en ik kies het liedje waar we mee bezig zijn. Openen die hap in de mix editor. Oké, ik heb al mijn drum guide. Ik maak er nu een basgitaarspoor bij. Zo, ik kies de effecten van de 70s pop basgitaar, want die vind ik tof. En dan terug naar de sporen. Dan wil ik ook nog dadelijk twee tikken vooraf. Het vier maten vooraf zelfs. Dan moet ik eerst, denk ik, de metronoom aanzetten. Count-in staat nu af. Dat worden twee maten. En vervolgens gaan we terug naar de sporen. Nu zie ik graag alle sporen. En maak ik ergens een loopje aan van vier maten. Want zo lang duurt dit loopje. Eigenlijk is het maar één maat, maar in reggae kan je rij tellen. Vervolgens zou ik hem zo moeten kunnen gaan inspelen. Daar komt hij aan. En nu zie je dat hij niks aangeeft van wat hij opgenomen zou hebben. Maar dat komt omdat hij gelijk aan de tweede loop is begonnen. En daardoor de eerste weg is. Als ik nu terug ga, dan staat hij er. En dan kun je hem gewoon horen. En zo hebben we de eerste guide bass loop. Oké, het is wel van belang dat je op een gegeven moment een beetje de administratie gaat bijhouden. Zodat dadelijk iedereen weet wat is. Dit is de guide bass. Dus dat voegen we in. Guide bass. Safe. En we gaan er een gitaarspoortje bij maken. Guitar. Nou, daar kiezen we ook weer bij de effects een leuk soundje voor. Dit is geen metal of fuzz of weet ik veel wat. Laten we gewoon even een clean proberen. Nou, dat is misschien een beetje te veel. Echo. Bright reverb. Ach, hier is mee te werken. En we kunnen het naderhand altijd nog veranderen. Het is maar tijdelijk dat het klinkt zoals het nu klinkt. Nou, dan gaan we dit gewoon wederom opnemen. Hij is weer weg, maar hij is er wel hoor. Oké, helemaal goed. Ook weer eventjes een andere naam geven. Rename. Rhythm 1. Guide. Rhythm 1. Nou, laat ik die naar links zetten. En dan doen we er nog eentje bij. Of weet je wat, voor het gemak, ik ga deze dupliceren. Dan heb ik hem dubbel. Dan heb ik al mijn instellingen al. Alleen zet ik deze dan even helemaal naar rechts. En het moet natuurlijk een andere partij worden. Dus deze delete ik. Dit wordt natuurlijk Guide Rhythm 2. Dus een nieuwe naam. Zo. En daar spelen we een ander partijtje om die eerste een beetje mee af te maken. Eén stapje terug dat hij er weer is. En zo hebben we de guide, bas en gitaren aardig op de rail staan.